Ja, jongens en meisjes, dit is een lange oefening. Er zit heel veel in. Inwerpen, dribbling, passing, jongleren hier, trap op doel. Dus het is misschien wel eens even de moeite om ze eens bij u thuis of op de club in te studeren. In de tjoek gooien. De tjoek is in dit geval geen trein, maar een opgespannen elastisch net, zoals hier, waarin je de bal gemakkelijk kan laten kaatsen. Ja, hier begint de oefening tussen deze twee potjes. We doen een inworp in de tjoek. Belangrijk is dat je in het midden van de tjoek gooit, zodat de bal gemakkelijk terugkomt. Je controleert de bal en neemt hem mee. Diagonaal dribbelen. Hier ga je dus diagonaal dribbelen tussen de kegels. Voor de linksvoetigen is het gemakkelijker te beginnen aan de linkerkant. De rechtsvoetigen misschien hier beter aan de rechterkant. Een 1-2'tje doen. Als je hier komt, schakel je het kegeltje uit door middel van een 1-2 met de tafel. Om te oefenen hoeft het niet per se een tafel te zijn, maar kan het evengoed je oma of je tante zijn. Voor de linksvoetigen is het misschien beter langs de rechterkant de 1-2 te doen. Voor de rechtsvoetigen is het misschien beter langs de linkerkant de 1-2 te doen. Jongleren tot aan de overkant. Als je hier komt tussen deze twee potjes, pak je de bal in de handen en begin je te jongleren. Je probeert de bal hoog te houden tot aan de twee volgende potjes. Als je de bal laat vallen, kost het je 5 seconden straftijd. De bal in de hoepel leggen. Als je hier bent, drijf je met de bal naar een van de twee hoepels toe. Je legt de bal daar stil en je trapt 3 keer op doel. Waarvan minstens 1 met een minder goede voet. Als de bal de grond raakt, krijg je 2 strafseconden. Shot je hem naast of over, krijg je 3 strafseconden. De laatste bal die je trapt, ga je halen in doel en je drijft de bal met de voet tot in de hoepel. Daar leg je hem stil en dan stopt de tijd. En dan nu tegen de tijd. Dat blijft dus 38 seconden en nu staan jullie.